De Soul Reaper. We gaan de Soul Reaper. Kut toch op, man. Ben toch zo'n golem. Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag komen we weer super vage beesten tegen. En behouden we natuurlijk onze Zero Dead. Voor we beginnen, vergeet natuurlijk niet te liken. En abonneer nou gewoon even met dat belletje aan. Hey, we gaan naar die 5000 subbies. Oh, en drop even Zero Dead in de comments. Weet je, het algoritme en ik kennen elkaar nog niet zo lang. Dus ik ben gewoon bezig zodat dat zo'n perfect match wordt. Maar lekker boeien. Hey, we gaan beginnen met de video. We staan we hier. En ik weet niet zo goed wat ik wil gaan doen met mijn leven eigenlijk. Is hier iets? Wil u spullen? Oh, wow, wow. En weg ben ik. En ik zie helemaal niks. Wat? Oké. Eigenlijk zouden ze hetzelfde moeten doen als bij Ark. Dat je daar nou gewoon weer naartoe kan. Alleen dan wel met slaapfunctie. Nou ga je neer. Oeh, je had niet moeten gaan staan. Nice. Hij gaf geen kick. Wat is slim. Console streaming. Nee, niet echt typisch voor. Shit. Het is te moeilijk. Het is te moeilijk voor mijn skills. En ik wil het eigenlijk helemaal niet toegeven. Maar het is gewoon helemaal kut. Het land is ook gewoon moeilijk om doorheen te komen. Al die bomen en bergen en zo. Het is niet gewoon even flatland. Ja, ik ga speedrunnen. Ik ga speedrunnen en niks houdt me tegen. Maar we hebben natuurlijk ook nog in deze tasjes. Spul, kijk. Ah, nee. Windstaff. Iron Big Sword. Die is helemaal niet zo goed. Ja, een bed. Hè. Een bed. Slime sword is in mijn kloten. Deze hebben we nodig. We hebben een schild bij. Een wapen voor als dit wapen geen damage doet. Windstaff en bedden. We hebben alleen geen hout. We kunnen wel misschien even wat tools maken zo meteen. Een bed meenemen. Dit is wel opvallend voor een huisje. Oké. Okay. We are back on track. You don't drop a sickle. Let's go. To the beach. Beach. We zijn on the move. Ja, inderdaad. Dat vindt hij leuk. Wat is deze? Random troep. Hier heb ik niks aan. Hoppatee, die is kapot. Deze is kapot. Zit er in de kist. Een anvil. Helemaal top. We gaan naar boven. Wapen. Niemand. Oh, zombie. Klets. 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 1. Spin in mijn nek. Spin weg. Oh, spin in mijn nek. Stuf. Stuf, 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 stuf. Stuf. Oh, ik dacht dat het nog een laag was. Diamonds, diamonds, diamonds. Uit. Op een schild. En een mirror. Ender shield. Special perk, teleport displays. Oké, maar volgens mij glitcht mijn hele ding. Als ik die gebruik tegen zijn bommen. Dus dat moet ik niet willen, want ik crash mijn game. Een leaf. Nee, heb je dat verbrand? Ik ken het hele ding niet. Ei. Huh? En veel opzouten. Ik heb een golden huppelepup. Oh. Eet het. Het kan niet gegeten worden. Hey, ik mag niet in de kist. Hey, fuck it. Ik ga mijn... Deze windstaf is helemaal niet goed. Het doet helemaal niks. Het doet echt saus. What the fuck? Ga erin! Een Soul Reaper. We gaan een Soul Reaper. Huh? Er was nog een laag. We hebben een laag gemist. Kut toch op, man. Ben toch nou een golem. Wat gebeurt er? Ja, ik... Your home was obstructed of missing. Echt, jongen. Ik ben in mijn bed gaan slapen. Ik ben er naartoe gegaan. Ja, dit slaat echt weer zo helemaal nergens op. Nou, dit is wel fair play, toch? Dat ik wel gewoon bij mijn bed weer mag beginnen. Want we zijn een beetje moe van anders. Mijn spullen liggen redelijk dichtbij. Alleen hij is weer full health, bedenk ik me nu. Ja, ik mag lijden dat ik bij mijn bed span.
Pam 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 parapam pam. Zo staat dat ene vogeltje ook nog op die plek, hè? Oké. Okay. Stuf me, stuf me. Laten we met een klein pankje en een schild. Hoezo kan ik hier niet meer in? Ik had volgens mij ook nog diamonds. Oh, die heb ik vast. Oké, okay, ideetje. En dan weet je dat het goede zijn, hè? Soul Reaper deed volgens mij echt helemaal niks. Deze kunnen terug. Magic Mirror. Die kan weg, die kan weg. Eten. Oh, hem aanvallen, we hebben hem niet meer nodig. Natuurlijk nu knijten veel levens nog. Dat schiet niet op. Kut. Wat is dit? Wat is dit? Waar gaat dit heen? Moet ik hier? Ik moet hier weg. Eten. Dit is wel ver. Jij bent veel aan het werk, hè, Jente? Oké, okay, ik heb geen lange afstand dingen. Alleen dit. Maar dit doet bijna niks, heb ik het idee. Het is een beetje wind. Ja, die gast is van steen. Het zal hem een beetje boeien dat er een briesje door langs hem heen gaat. Oké, okay, ik zag mijn diamond broek liggen. Is nu weg. Nou, blijf maar zo staan, ja. Blijf maar gewoon zo staan. Ja, goed zo. Oh, nee, nee, dat is het niet. Kom aan, ja. He, he. Oh, ja, Tower will collapse, maar er zijn weinig dingen die me minder boeien. Padam, pam. Het wordt al donker, dus wat we kunnen doen is even teruglopen, even slapen en een bedje meenemen. Even het sneeuw rond dit bed nog weghalen. Zo, 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 zo. Laten we een bed meenemen. Schoot dat joch, schoot van die ballen of niet? Oh nee, hij kon niet in zo'n schild volgens mij. Het is trouwens wel een andere. Ik ben wel benieuwd wat deze doet. Mijn ene zwaard werkt niet tegen hem. De mensen waren een beetje uitgespeeld, Victor. Oké, okay, is er een king is de vraag. Ja, er is een king. Oh, dit gaat lang duren. Oh, hij vindt. Op YouTube kanaal is de kreef. Dat is heel lang geleden. Oké, okay, iron. In mijn nek. Wat? Pijlen werken niet op dat joch. Dat was ik helemaal vergeten, dat wist ik niet eens, joh. Ja, 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 ja. Hij is gone. Easy. Easy win, easy nup. Backpacky. Ja, dat is ideaal, hè. Dat was gewoon een poison staff. Zit me gewoon eraf te janken, dat joch. Ik leef nog. Ik weet niet hoe, maar ik leef nog. Maar dat joch is terug. Die baas is terug. Gaan we het anders aanpakken, want dan doe ik deze staf weg. En dan doe ik die even in de plaats. Oké, okay. We hebben wel weer zo'n hookshot. Dat is heel chill. Kom aan. Groter als die andere. Oh, wel benieuwd. Wat is er gebeurd? Die gast is onzichtbaar. Oh, die is in mijn portal. Dit heb ik gedaan. Oh. Dit is mijn portal. Ik ga erin. Fuck it. Waar ben ik? Oké. Okay. You are beautiful. Dump it, cut you, man. Ik heb geen helm. Oké. Okay. We gaan met een... Soul Reaper en een Iron Shield gaan wij erin. Ik weet niet waar ik neer ben gegaan, want ik ben overal naartoe geteleporteerd en zo. Dus, ga gelijk even van toren. Tot de volgende keer, mijn jong. Ik ben ergens daar beneden neergegaan, dus ik moet langs iedereen gaan rennen. En dan staat het helemaal vol met creepers. Ja, en dan laat je die volgende creeper laat je ook daar. Boom. Hey, en jij ook. Boom. Dankjewel. Ik zie geen ene mallenboer meer. Dat plet oké op de 200 arrows in een single slot. Je zou hier arrows in moeten kunnen doen. Deze. Ah, man. Het is wel verleidelijk om allemaal mee te nemen. Hun laten we lekker voor wat het is. Nou zeg, hallo. Echt... Deze gasten zijn ook zo sterk. Deze komen allemaal vanaf boven natuurlijk. Laten we even die kisten daar neerhalen. Wat wil ik nou zeggen? Zo, non-de-ju. Cool, laat ik dit dan gewoon volledig stekken. Nog een paar dingen in de rugzak. Oké, okay, zo. In de rugzak. 500 levens, dat is best wel
veel. Ja, dat is kut, hè? Oh! Dankjewel, dan doe ik het wel zo. Dankjewel, dan doe ik het wel zo. Ik heb een idee. Oh, kut, hè? Ja, dan ga jij. Dan ben jij aan de beurt om lekker te vliegen. Hé, hey, je zit vast. We hebben verschillende staven bij, dat is goed. Deze doen we weg, die doen we zo. Ik denk dat we nu redelijk aan kunnen vallen. Deze nemen we ook mee. We hebben eigenlijk niks bij om daar iets van een kampje te maken. Dat is wel een beetje dom of zo. Wat verwachten jullie eigenlijk van 1.18? Ja, het kasteel is gelukt. Oei, oei, oei. Wat gebeurt er nou? Ik dacht, misschien kan ik daar mijn huis van maken. Tuurlijk. Tuurlijk, kom alles. Anders allemaal gewoon tegelijk. Wat? Ja, fuck it. Ik ga hier niet heen. Als het goed is... staat hij hier ergens. Want als ik nou... gewoon zo doe... als ik nou gewoon... kijk, dat is hem. Doe gewoon zo. Dan is dit nou mijn huis. Wat zeg je daarvan? Wat heeft hij toch al gekleurd? We hebben nu wel een pickaxe bij. Dus we kunnen misschien iets meer... maar in deze ruimte is verder niks. Yo, outliner, cactuskleding. Dat is heel naar. Gewoon een soort ingang of zo. Is niet de plek waar ik wil staan. Kistje kan ik wel gebruiken trouwens. Waarom heb ik die andere niet meegenomen? Volgens mij zijn we hier nog niet geweest. Ineens een random open zaal. Waarom zie ik de hit niet meer? Ik weet niet welke mods het allemaal zijn. Het is een modpackie. Welke kleur geeft het hoogste? Volgens mij gold. Oh, die is nog aan het uploaden. Hier zijn we nog niet geweest. Er is ineens een stuk hout. Een soort bibliotheek. What the fuck? Je zou verwachten dat er dan echt iets goeds in ligt, hè? Maar nee. Hier wel enchantment shizzles. Deze. Een paar bedjes. Deze zetten we op. Dat is mijn respawn, dit. Kan dit nou? Ik ga dit gewoon dichtgooien. Zoek het maar uit. Ik schrik heel de tijd een beetje van die vogel eigenlijk. Nu gaan we op de plek waar we toen uiteindelijk dood waren gegaan. Rotbeesten dat zijn. Hé? Pom, 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 pom. En ik ga gewoon hun muur slopen. Ik ga trouwens eerst hier eens kijken, want wat is dat? En daar is een zieke boot, jongen. Holy shit. Daar gaan we zo meteen naartoe, na de goblins. Oké, hier hebben we die haunted gebeuren. Hé? Haunted armor. Dan is gewoon tombstones oppakken, oké. Okay. Dan gaan we gewoon hier naar binnen hakken, denk ik. Of is er... wow, wat is dit? Geheimpie? Geheimpie? Geheimpie! Als we nou hout hadden... dit is hun riolering of zo. We zitten gewoon door goblinstront te voeten nu. Op zich had een boompje hakken en wat toortjes maken niet heel verkeerd geweest. Laat ik dat alsnog even doen. Jellem, dankjewel voor het volgen. Zit hier een spaan in of zo? Laten we deze polarbeer ook even neerhalen. Zo, zo sterk is een ijsbeer. Dan weet je het ook weer. Voor als je er ooit een tegenkomt. Is daar nog een portal? Laten we eerst de goblins doen via hun riolering. Kijk, zit hier ook een spanner achter? Jazeker. Een spinnenspannetje. Volgens mij kunnen we nu gewoon hieronder midden in hun stad komen. Oh, er zit op elk ding zit een... oh, dat heb ik helemaal niet gecheckt. Hebben jullie dat wel gezien? Dat er onder elke spanner een kistje zat? Zombie. Nou, er is hier in ieder geval wel een spawn. Als een suicide spider. Kunnen wij volgens mij via die put omhoog. Dan komen we midden in hun stadje uit. En dan gaan we ze helemaal... oh, wel een mooi stadje, moet ik wel zeggen. Veel bonusstaken ook. Dus allemaal die mijn gaan beschermen of zo. Zijn die letterlijk dood gegaan omdat er zoveel mensen waren? Laten we een windgranaatje. Ik noem dat zelf een scheet, maar... Ja. Hehe. Oké. Okay. Pap. Dit ding heeft helemaal geen ingang overigens, of wel? Heel veel verder. We gaan nu naar een piratenschip. Dat je misschien op de map een beetje kan zien. Kijk, als het goed is hebben we nu alles van die goblins gehad. Wat is dit joh? TNT zie ik daar. Hoe gaan we daarin komen? Dat gezeik hebben we dan niet. Hoppatee. Doen we gewoon zo. Want ik weet niet wat er allemaal in dat schip is. Het kan nooit heel veel zijn, want zo groot is het ook weer niet in vergelijking met sommige gebouwen. En dat was hem alweer voor vandaag. Gelukkig! Heb ik de Zero Deads gewoon kunnen houden. Daar ben ik heel blij mee. Kijken dat de volgende aflevering weer gewoon lukt. Voor nu, vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren met het belletje aan. En drop heel eventjes, wat moest je ook weer droppen in de comments? Zero Deads in de comments, dat zou top zijn. Tot de volgende video.